Op een smartlappenfestival worden eigenlijk alleen maar Nederlandstalige liedjes en vooral tranentrekkers en smartlappen gezongen. Het smartlappenfestival van Grave is zo bijzonder vanwege de historische achtergrond waarin het zich afspeelt. Aantal koren wat meedoet, het is echt het grootste smartlappenfestival in de Benelux. Wij gaan met ons Wadenburgs visserskoor gaan wij vandaag de hele middag op stap. De hele middag. En dat is een koortje, daar moet ik dadelijk maar eens opnemen. Een perfect koor. Discipline bij het leven. Echt waar. En dit lusten ze niet, hè? Helemaal niks. Nee. Wij zijn voor de eerste keer hier en we vinden het verschrikkelijk leuk. Net een warm bad waar je in komt. Wij heffen geen intree omdat we vinden dat iedereen moet kunnen genieten van een geweldig leuke dag. En we zijn de schoolvriendinnen van vroeger. We wilden op deze manier zijn we een hele dag, eigenlijk een heel weekendje in de buurt. En we vinden het super. We hebben gedanst, we hebben mee kunnen zingen. Nou, ik raad het iedereen aan. Ja, het is een aanrader, het is een verrijking voor heel Nederland. De koren zijn er vooral zo dol op om hier naartoe te komen vanwege de ambiance, het mooie stadje waar wat het decor is eigenlijk van de hele middag. Want ik vind het niet goed wat je doet, maar zonder jou kan ik niet zijn. De sfeer, de gemoedelijkheid en gewoon ook de wijze waarop het festival georganiseerd is. Na afloop in de feesttent komen alle koren bij elkaar en alle bezoekers die in Grave leuk vinden om met ons de finale te vieren. Dan treden er weer bekende artiesten op. Stef Eckel dit jaar en Rutger van Barneveld, de geholte koorhanen en we hebben een DJ. Ook hier is de entree weer gratis en met dezelfde reden waarom we geen toegang vragen voor het festival. Omdat we willen dat we er met z'n allen een geweldig feest van maken. Het is hier super gezellig, echt top, de organisatie, echt hartstikke goed, echt bedankt, ik heb een topdag gehad. Achter mij is het nu nog helemaal leeg, staat wel alles mooi in bloei, maar over een paar weken dan staat hier die grote tent, is het hier een en al bedrijvigheid en op zaterdag 1 en vooral zondag 2 juli zien we jullie allemaal graag hier op het Backcaf terrein. Iedereen is welkom.